Ik ben Bram van Drommen, bestuurder bij de Orde van Vlaamse Balies en ik heet jullie van harte welkom op deze tweede podcast Overmorgen. Een podcast die de Taskforce Overmorgen in de komende tijd op jullie zal loslaten. Wat is dat exact, die Taskforce Overmorgen? Dat is een groep van 9 advocaten die door de Orde van Vlaamse Balies bij elkaar zijn geplaatst om na te denken over en te werken aan wat een duurzame toekomst voor onze advocatuur zou moeten kunnen worden. Deze podcast is een van de eerste initiatieven die de Taskforce neemt. In de komende weken zal de Taskforce interessante gasten uitnodigen om te leren uit hoe zij naar de advocatuur kijken en wat wij uit hun verhaal kunnen leren. Maar zover zijn we nog niet. We beginnen eerst met een aantal podcasts waarbij ik jullie graag eerst aan de leden van de Taskforce zelf voorstel. Nadien is het dan aan hen om deze podcast van mij te kapen. Je zal deze en alle andere podcasts steeds kunnen terugvinden op taskforceovermorgen.be. Vandaag zitten 3 andere nieuwe leden van de Taskforce aan onze tafel. Welkom Sarah Leijzen, Christophe van Geel en Pieter-Jan Fransen. Blij jullie te zien, allemaal. We starten de vorige podcast eigenlijk heel eenvoudig. Stel jullie zelf eens voor. Ik ga beginnen met de dame onder het gezelschap. Sarah, stel jezelf even kort voor de luisteraars. Hallo, ik ben Sarah Leijzen. Ik ben 31 jaar advocaat in Kortrijk. Professioneel doe ik vooral het strafrecht en het verkeersrecht. Ook neem ik soms een aantal andere zaken over van collega's. Dat is dan meer in het familierecht of het burgerlijk recht. Ik ben nog niet zo lang advocaat, maar ik doe het wel met veel passie. En bestaan vaak vooroordelen over ons als advocaat, dus ik hoop als jullie ons wat beter leren kennen, dat die misschien ook ontkracht worden. En jullie zullen mij ook wel beter leren kennen doorheen deze podcast. Merci Sarah. Christophe? Ik ben Christophe van Geel. Ik ben onder andere advocaat, Bali Antwerpen. Professioneel houd ik mij vooral eigenlijk bijna uitsluitend bezig met onderwijs, recht. Maar ik zie mijn job niet echt als mijn volledige identiteit. Ik zie dat eigenlijk meer als een vehikel om mezelf te ontwikkelen en iets bij te dragen aan mensen of de maatschappij. En om dat goed te doen, ben ik nog met een heleboel andere dingen bezig. Heb ik mij geëngageerd in de conferentie. Probeer ik advocaten aan het mediteren te krijgen. Of een beetje na te denken over de psychologie die ons beroep bezighoudt. Dus ik probeer een beetje van zeer veel walletjes te eten. En ik heb mij geëngageerd in deze taskforce, omdat ik, wat Sarah daarnet eigenlijk al zei, advocaten, dat is toch wel een speciaal type. Ik ga niet zeggen een speciale soort, maar een speciaal soort, ja. Rare ideeën over advocaat. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar zelf over nadenken, van waar dat allemaal vandaan komt en hoe dat we daar iets kunnen aan veranderen. En vooral naar de toekomst toe kijken of dat we überhaupt nog relevant gaan zijn en hoe dat we dat kunnen klaarspelen. Eigenlijk de echte duizendpoot van onze groep, hè, Christophe. Ja. Pieter-Jan, jij bent ook wel een beetje duizendpoot, vind ik persoonlijk. Vertel. Ja, dank je wel. Luisteraars, ik ben Pieter-Jan Fransen, 32 jaar en advocaat aan de Balie van Limburg. Voornamelijk actief in commerciële zaken. De voorbije 3 jaar heb ik mij ook nogal veel bezig gehouden, ook professioneel, met alles wat te maken heeft met innovatie in de juridische sector. Ik ben dus oprichter en zaakvoerder van Ettel. Ettel is een legal tech en legal design agency. Het is eigenlijk vanuit die optiek ook dat ik mijn kandidaat had gesteld om deel uit te maken van die taskforce overmorgen, om samen met 8 andere collega's na te denken waar we naartoe gaan en wat we eigenlijk willen zijn, niet op korte termijn, maar ook op lange termijn, hoe wij relevant kunnen blijven en ook voor ons cliënteel waarde kunnen bijbrengen. Als ik het zo hoor, zijn er toch veel mensen in de taskforce die met veel andere dingen bezig zijn dan enkel advocatuur. Sarah, misschien bij jou om te starten. Het lijkt er toch op dat advocatuur wat in jouw bloed zit. Jouw opa was lang advocaat. Als ik het goed heb, meer dan 50 jaar advocaat geweest. Je papa, Daar deel je jouw beroep mee. Je leert daar ongetwijfeld heel veel dingen van bij, of je hebt er veel dingen van geleerd, maar zijn er ook lessen van hen waartegen jij rebelleert? Waar je eigenlijk van, op een andere manier naar kijkt dan zij? Ja, ik denk dat wij, maar misschien is dat meer de generatie, dat wij misschien sneller dingen in vraag durven stellen.
En dat we dat ook durven uitspreken. Dat gaat niet alleen over globaal, waar moet de advocatuur naartoe of waar moeten we over nadenken. Maar misschien ook kleine veranderingen. Bijvoorbeeld, hoe ga je om met bedienden op kantoor? Hoe zit de hiërarchie? Hoe pak je dat aan? Wat met investeringen in vooruitgang? Het is bijvoorbeeld zo dat mijn opa gewerkt heeft tot hij over de 75 was. Ik zag dat persoonlijk toen niet als lang, maar nu besef ik dat dat zeer lang is en dat ik dat zeker niet zal doen. En dat hij op een bepaald moment ook tegen mijn vader zei, ja, computers en zo, we doen daar niet aan mee, dat zal nog wel zijn tijd meegaan. En ik onthoud dat ja, als iets typerend. En ik denk dat we verplicht zijn om een open visie te hebben, maar dat we wel sneller dingen in vraag stellen. En dat kan misschien als ongeduldig overkomen of nooit tevreden. Nu, op zich ben ik een zeer tevreden mens, maar ik denk met een aantal praktische dingen in vraag te stellen of te verbeteren, dat het voor iedereen aangenamer kan zijn. Oké. Hebben jullie familie in de advocatuur, Pieter-Jan, Christophe? Of, nee, ja, dus te zeggen, mijn neef die even oud is als ik, is ook advocaat, maar kan ik moeilijk als een invloed aan gaan zien. Maar ik kom uit een gezin en een familie eigenlijk van kleine zelfstandigen, van winkeliers, dus een bakker, opticien, en mijn ouders en broer hebben een juwelierszaak. Ja. En wat ik eigenlijk wel daaruit heb geleerd, is toch ook de manier waarop er met, ja, bij ons aan cliënten of eigenlijk met klanten moet worden omgegaan. En toen ik dan aan mijn stage begon, en toen merkte ik toch een groot verschil tussen een cliënt-advocaatrelatie of tussen iemand die een winkel uitbaat en een klant die binnenkomt. En ik denk eigenlijk dat we daar iets aan kunnen leren om gewoon klantvriendelijker te zijn en de hele ervaring aangenamer te maken. Ja. Ja. Nu dat je spreekt over klanten, Christophe, je zei daarnet ook, ik ben vaak met onderwijsrecht bezig. Je bent dus ook vaak met jongeren bezig, denk ik, ook als advocaat. Moet het misschien liever aan hen zelf vragen, maar hoe kijken zij naar een advocaat, denk jij? Die mensen die jij vaak vertegenwoordigt, die jonge gasten of jonge dames of... Heb je daar een idee over? Maak je daar verschillen met oudere cliënten, bijvoorbeeld? Of? Niet noodzakelijk. Er blijft toch een beetje dat oude idee van de advocaat. Daar stappen ze toch mee binnen. Maar ik houd er wel aan. Dus zelfs geen roeping of iets dergelijks. Maar het gebeurt onmiddellijk. Binnen de 5 minuten hebben ze wel door dat dat idee nergens op slaat. Dus dat er ik zeg dat ook onmiddellijk. Ik hecht enorm aan een directe en open communicatie. Ik vraag hen ook om onmiddellijk te zeggen als er iets niet duidelijk is of als er iets niet aanstaat. En ik doe net hetzelfde naar hen toe. Wat wel mijn ervaring is met die jongeren, dat doordat je toch een beetje die autoriteitsfunctie hebt, dat ik boodschappen kan brengen... door een stuk ervaring, door het psychologisch waar ik het daarnet al over had, die de ouders of de school misschien ook al tot in de treuren hebben trachten te brengen, maar er op een of andere manier niet in geslaagd zijn om die over te brengen. En het zal niet de eerste keer zijn dat ik nadien, na een consultatie of na een procedure, wat heel fijn is trouwens, een telefoontje of een mailtje terugkrijg van de ouders van, ja, ik weet niet wat er is gebeurd, maar er is hier echt wel een shift heeft plaatsgevonden. Zowel in het dossier als die persoonlijkheid van die student of leerling. En dat is mijn drive ook. Het winnen of het geld of zo, dat boeit me echt niet. Maar die feedback, dat doet mij wel gaan. Je ziet de advocatuur, de advocaat als rol dan eigenlijk ook in een breder perspectief dan misschien veel mensen het vandaag zien voor de toekomst dan. Ja, ik zie mij eigenlijk bijna als een soort coach... vaak ook psycholoog, die uitlegt ook wat de impact gaat zijn van die procedure. En mijn ervaring is dat dat bijvoorbeeld veel te weinig gebeurt. Dat veel advocaten nog wel de procedure uitleggen, maar helemaal niet stilstaan en niet uitleggen wat de impact daarvan zal zijn op hun leven of wat daar de... emotionele, psychologische, financiële afwegingen zijn die ze kunnen maken. En ik durf dat een beetje te vergelijken met artsen. Onlangs stond er nog een heel lange
rubriek in de Standaard over artsen die dan zelf patiënt worden en die dat dan eigenlijk zelf ervaren van niemand heeft mij dat gezegd, hoe het voelt om een diagnose te krijgen en dan daarmee thuis te komen en waar je dan tegenaan loopt. En ik denk dat dat een stuk is waar advocaten heel veel nog werk te verzetten hebben en ook een opportuniteit hebben om zich relevant te maken. En dat is wel mooi dat je dat zegt, want in de vorige podcast kwam dat eigenlijk ook aan bod. Waarbij dat we ook een beetje de vraag die opdook was, hebben jullie zelf al eens een advocaat nodig gehad? En zo ja, hoe was die ervaring en hoe zou jij zelf een advocaat kiezen op vandaag, als je één nodig zou hebben? Pieter-Jan, wat denk je? Heb je al eens een advocaat nodig? Je bent natuurlijk nog vrij, misschien. Ik heb inderdaad in het verleden al één keer zelf ook eens beroep gedaan op een collega-advocaat. Ja? Omdat ik zelf verwikkeld was in een bepaalde discussie waar ik misschien door emotionele aspecten niet meer zo heel helder in kon zien. En dan volg ik ook wel wat Christophe net zegt. Het is ook de taak van de advocaat om niet alleen maar het juridische helemaal bloot te leggen, maar ook het ruimere kader te zien en mensen daarop te wijzen. Ook de rol van de advocaat als eerste rechter voor een cliënt. Die kritisch naar een dossier kijkt en ook soms probeert terug een beetje reden in het debat te krijgen. Dus dat heb ik toen zeker ook wel ervaren toen ik zelf eens te raden ging bij een confrater. En hoe die gekozen werd, op basis van vriendschap natuurlijk en vertrouwen. Ook iemand waarvan ik wist dat hij mijn dossier discreet zou behandelen. En dat heeft hij ook perfect prima gedaan. Dus wat dat betreft was dat een goede ervaring. Nog iemand? Iemand al Sarah? Heb je... Ik heb nog geen beroep moeten doen op een advocaat, maar af en toe op kantoor... maken we wel eens de opmerking van, stel dat je voor het Hof van Assisen moet verschijnen, in het meest extreme geval, wie zou je kiezen als advocaat of hoe zou je daarmee omgaan? En mijn keuze verandert soms wel eens, maar het zou alleszins iemand moeten zijn waarin ik 100% vertrouwen heb. En dat is misschien niet alleen als iemand die zijn beroep goed doet, maar iemand, voor zover dat je dan natuurlijk kan inschatten, die ook persoonlijk integer is en waarbij dat je zegt, als je ja zegt, zeg ik ja, en als je nee zegt, zeg ik nee. En ik denk dat dat als advocaat ook belangrijk is om te tonen van, je kan mij vertrouwen, want ik weet wat ik doe. En geef zelf ook aan of dat dan nog comfortabel is voor u. Ja. Want sommige mensen maken bijvoorbeeld heel veel opmerkingen en zeggen dan op het einde, maar ja, ik volg je hoor, ik ga wel volgen wat je zegt. Maar dat moet over heel de lijn wel duidelijk zijn. En dat vertrouwen moet er 100% zijn. En dan is de vergelijking met een arts weer op zijn plaats. Natuurlijk, als patiënt kun je niet anders, omdat je zo weinig weet. Maar ik denk dat wij soms ook onderschatten dat voor onze cliënten ook een blinde vlek is. Voilà. Ja, ik wou er eigenlijk net hetzelfde zeggen. Die vraag die jij aan ons stelt, is eigenlijk een beetje een foute vraag, omdat wij veel voorkennis hebben. Dat zeg ik ook bijvoorbeeld vaak tegen cliënten. Als ik nu zelf een heel specialistische medische ingreep moet ondergaan, dan kan ik kiezen voor de top en ik kan er eens naar gaan luisteren wie dat zou zijn. Maar misschien is dat iemand die zeer academisch is ingesteld en is de operatie die ik nodig heb, echt handen uit de mouwen en met de ellebogen iets klaarkrijgen, klaarspelen. En dat is een heel ander type dat je dan nodig hebt. En die information gap bestaat volgens mij ook bij gewone mensen naar advocatuur toe. We kunnen wel zeggen, ja, dit is de beste strafpleiter, maar voor welk soort zaak? En hoe ga je dat dichtreden, die gap? Door ratings, bijvoorbeeld. Ratings, ja. Allemaal fan van? Mm. Ja, ratings kunnen denk ik wel een hulpmiddel zijn, daar geloof ik ook wel in. Maar ik denk dat we toch ook moeten vaststellen dat er over ons beroep en over over het rechtssysteem aan zich, dat er door veel mensen gewoon weinig over geweten is. En ik denk dat programma's zoals de rechtbank soms al voor veel mensen heel veel verhelderen. Ja. Want ja, wat is een vrederecht? Wat betekent een dagvaarding? Dat zijn zo zaken die we allemaal heel normaal beginnen te vinden, maar die voor een leek al bijzonder moeilijk zijn. En inderdaad, ja, leren communiceren met een cliënt dan op een niveau dat we er eigenlijk vanuit moeten gaan dat hij niks weet en niks begrijpt. En alles stap voor stap uitleggen en er nooit van uitgaan dat hij het zichzelf wel zal uitleggen. Ja. Ja. Zijn dat brengt me een beetje het volgende ding van dat de taskforce zelf. Hebben jullie al een idee van wat jullie daar eigenlijk mee willen bereiken? Waar willen jullie daarmee naartoe? Hebben jullie daar zelf een idee van? Ik denk dat dat nog niet vast ligt, maar ik moet wel zeggen dat in de eerste besprekingen die we samen hebben gehad, dat het zo ruim was, het
De scope van de taskforce, dat er alleen maar goede dingen kunnen uitkomen, denk ik. Het kan over heel veel gaan. Van technologie tot welzijn op het werk, tot gelijkheid, meer kansen voor vrouwen misschien ook nog aan de balie. Het kan alle kanten uit, denk ik. Pieter-Jan, misschien daarop inspelen. Je zit ook in de algemene vergadering. Je zit ook in de commissie IT. Waarom vond je het nodig, of waarom heb je jezelf dan ook nog eens kandidaat gesteld voor de taskforce overmorgen? Vind je dan misschien je houding minder in de algemene vergadering om zo'n dingen te kunnen doen? Om daarover, ik ben heel nieuw in de algemene vergadering. Hè. Dan hoort het er ook een beetje bij om eerst te luisteren en goed te kijken wat er allemaal gebeurt. Bepaalde topics die daarin besproken worden zijn voor mij nog zodanig nieuw dat ik me daar ook eerst in moet kunnen inlezen. En dan ook vanuit de fractie van Bali Limburg een beetje moet luisteren naar wat de anderen daarover zeggen. Ik durf zeker het woord wel nemen en kritische vragen stellen, maar dat hoeft ook niet elke keer. Het is niet uit frustratie in de algemene vergadering, zeker niet. Ook niet in de commissie IT, want daar wordt ook heel nuttig werk gedaan. Maar voor mij is ook wel nadenken over de toekomst veel meer dan nadenken over digitalisering en over IT. Dat zijn dingen die mij zeker interesseren, waar ik ook wel iets van meen te weten. Maar ik denk dat die technologie altijd een middel moet zijn om een ander doel te bereiken. En dat doel moet gewoon zijn een uitmuntende dienstverlening als juridisch professional, als advocaat. En ik denk dat we daar in de taskforce op een andere manier over kunnen denken, die dus een veel ruimer blikveld heeft dan alleen maar technologie en digitaal werken. Dus vandaar, ik was ook wel geprikkeld. En ik ging er ook wel vanuit dat er een interessante groep zal worden samengesteld waar ik ook graag meer van zou willen weten. Ja, meer ruimte voor creativiteit, ja. Als het ware. Wat mij eigenlijk een beetje aan jou doet denken, Christophe, creativiteit, ik koppel dat heel hard aan jou. We kennen elkaar toch al een tijdje. We waren in dezelfde periode ook voorzitters van de conferenties. Ik herinner me dat ik toen vanuit Kortrijk, het verre Kortrijk, heel hard opkeek naar wat Antwerpen deed. En ik vond dat heel inspirerend. Ik vind dat de creativiteit die daaruit voortvloeide van jullie conferentiejaren, dat was heel interessant. Vind je zelf dat is creativiteit een rode draad door jouw leven? En vooral, vind je dat creativiteit een belangrijke eigenschap is van een advocaat? Dat is veel in de keer, sorry. Zeer interessante vraag. Ik denk het wel. Dus is creativiteit een rode draad door mijn bestaan? Ja. Om allerlei redenen, passie voor kunst, zelf creatief bezig zijn, et cetera, et cetera. Maar is het belangrijk voor een advocaat? Ik denk het wel, want creativiteit betekent eigenlijk dat je iets neemt en daar een andere blik op tracht te werpen. En als er nu, om eens terug te keren naar mijn studies, waar heeft het advocatenvirus mij eigenlijk gegrepen? Ik ben er eigenlijk aan ingerold in die studie, dat was eigenlijk een beetje onbestemd. Maar op een bepaald ogenblik moesten wij arresten lezen en daar waren dan ook noten bij geschreven. En dan las je noot A en dan dacht je, amai, slim gezien. Oké, en dan was er een noot B die compleet het tegenovergestelde zei, maar eigenlijk even correct was. En dan was er nog een C ook. En dus dat betekent dat één realiteit zeer vluchtig is en grijs. En dus, nu kom ik terug op de creativiteit. Wat moeten wij doen als advocaten, is de realiteit niet naar onze hand zetten, maar wel zodanig representeren dat het meest voordelig is voor onze cliënt. Maar dat is misschien een zeer, bijna een beetje negatieve benadering, hè, want dat betekent een beetje zo manipulatie. Ja. Maar het is ook anders. Vorige week krijg een dame over de vloer die jaren, maar echt jaren, in een vreselijke procedure zit met haar ex. Ik durf het bedrag dat ze aan de advocaten heeft betaald bijna niet uitspreken, want ik vond het ongelooflijk. En als je dan daar andere elementen, waar we het daarnet al over gehad hebben, kunt inbrengen van oké, de procedure en de vete is één ding, maar dat en dat zijn ook facetten die je in de afweging kan meebrengen. En die is naar buiten gestapt en ik heb deze week een mail gekregen, want het is opgelost. We hebben een compromis bereikt. En dus dat is een stuk van de creativiteit dat ik geleerd heb van ooit in een start-up te zitten. En bij een onderhandeling moet je de koek niet zo goed mogelijk trachten te verdedigen, maar moet je de taart groter maken. En dat kunnen wij wel doen, denk ik, als advocaat. De taart groter maken, andere invalshoeken krijgen, waardoor een situatie die er plots helemaal anders uitziet en misschien ook een beetje deflated geraakt.
dat de spanningen wat teruglopen en dat er oplossingen uit de bus komen. Mooi antwoord op een vrij complexe, lange vraag, sorry. Ik heb eigenlijk ook nog een heel toffe vraag voor jou, Pieter-Jan. Ik kon hem niet laten liggen. Ik was aan het scrollen door alle kandidaturen en zo, en ik zag dat jij graag koerst, dat je op de koersfiets zit. Ja. En dan dacht ik, hoe kan ik daar een vraag over stellen? Ik heb hier genoteerd, waar denk je van jezelf dat jij jou als advocaat in de koers bevindt? Schoon. Veilig in de buik van het peloton. Ja, in de advocatuur. Ik pretendeer zeker niet dat ik... ik zou niet willen deel uitmaken van zo'n tv-reeks over toppleiters of zo en mezelf die titel gaan toe-eigenen. Ik denk dat ik mijn best doe voor mijn cliënteel en probeer om goede oplossingen te voorzien. Ben ik de kopman? Ja, in zekere zin wel, want ik werk momenteel alleen en ik moet alles van A tot Z zelf doen. Maar een analogie maken tussen de koers en de advocatuur is wel een moeilijke vraag, Bram. En als ik mezelf vooral ook op de koersfiets zie zitten, dan ben ik daar zeker geen kopman. Hang je in de waaier of... In de waaier, ja. Alles op de kant trekken, ja. Alles op de kant trekken, ja. Ja. Ik breng mij misschien een beetje bij de rol van deze taskforce. We hadden daarnet in de vorige podcast ook een gesprek over de rol van leiderschap. Even een van de leden van de taskforce is vaak bezig met leiderschap. Hoe denken jullie dat leiderschap er moet uitzien in de advocatuur? En dan heb ik het niet zozeer op vlak van de OVB, maar eerder op vlak van het kantoor. Hebben jullie daar ideeën over? Over wat leiderschap moet zijn? Ik heb daar persoonlijk een idee over, maar aangezien ik, zoals ik net zei, ook voorlopig nog alleen werk, blijft dat natuurlijk iets theoretisch. Ik zit daar wel over na te denken op welke manier ik zou omgaan met medewerkers. En als ik daar dan iets over mag zeggen, ik heb het gevoel dat de hiërarchische manier van werken, zo met nood aan de top en stagiair onderaan de piramide, misschien toch een beetje voorbijgestreefd is. Waarbij ik natuurlijk niet wil zeggen dat de stagiair niet eerst nog een aantal jaren iets moet leren en ook moet wel ondersteuning krijgen van de patroon. Maar dat er misschien toch naar vlakkere organisaties moet worden gewerkt. En manieren vinden waarop jonge mensen die instromen in de advocatuur ook meer kans nog krijgen om zich te ontplooien in de richting waarin ze zelf zich willen ontplooien. En minder worden geduwd in een bepaalde richting die voor het kantoor misschien op korte termijn meer opbrengt, maar dus toch wel meer kansen geven. Ik ben er eigenlijk echt van overtuigd dat te veel mensen ook ons beroep verlaten, omdat ze na een aantal jaren een beetje teleurgesteld zijn in wat ze aan het doen zijn elke dag. En heeft dat vooral te maken met dat leiderschap of het gebrek eraan dan? Want... Ja, laat ons toch zo zeggen dat als we heel erg veralgemenen, dat veel kantoren worden opgericht door iemand die succesvol is als advocaat en erin slaagt om cliënteel uit te breiden. En die persoon wordt hoe langer hoe minder advocaat en hoe langer hoe meer manager. Maar de ene rol is niet dezelfde als de andere. En dus leiderschap of managementkwaliteiten, daar wordt in onze opleiding geen aandacht aan besteed. Nadien eigenlijk ook niet. Een goede advocaat is niet per se een goede leider, denk ik, voor medewerkers of voor bedienden die bij hem werken. Dus ja, ik denk dat dat wel een probleem is. Nog iemand die daar iets over denkt? Sarah, je bent ook net partner geworden in het kantoor, dus ja. Leiderschap is voor jou ook relevant, denk ik. Ja, in die paar maanden heb ik al zeer veel geleerd. Nu, wij zijn geen groot kantoor, maar ja, het draait zoals het draait. En dus het moet ook wel gerund worden. En dat is dan inderdaad niet alleen financieel, maar ook qua organisatie. En je merkt snel dat iedereen zijn eigen karakter heeft. En het belangrijkste is, denk ik, maar dat is mijn persoonlijke mening natuurlijk, om open te communiceren. Nu, ik ben ook zo opgevoed en ik hou ook niet van sluimerende spanningen. Ik denk dat dat voor een werkvloer zeker niet goed is. Nu, dat kan natuurlijk een keer. Dat is oké. Maar ik denk dat dat moet uitgesproken worden. Omdat ik toch wel vaststel dat, en ik sluit mij dan aan bij Pieter-Jan, maar dat is misschien omdat we dezelfde leeftijd hebben, dat je ziet dat er vaak een aantal ouderen, of oude om het zo te noemen, venoten zijn, dat er dan heel pak stagiairs zijn en dat het tussenniveau, of hoe moet men het ook noemen, dat wat ondergesneeuwd raakt en dat die mensen misschien minder kansen krijgen of toch dat gevoel hebben en dat ze dan eigenlijk gedemotiveerd raken. Nu,
niet iedereen die de balie verlaat wil ergens vernoot worden of wil zijn eigen kantoor beginnen. Absoluut niet. Maar ik denk wel dat er een aantal mensen zijn die de balie verlaten hebben, die dat misschien wel wilden en die dat zeer goed zouden doen. Nu, er wordt altijd gewaakt over de instroom en men maakt het nieuwe stagiairs moeilijker en moeilijker, heb ik de indruk. En dat is... men kan daar voorstander van zijn qua kwaliteitscontrole, maar voor het behoud van mensen wordt er eigenlijk niet veel gedaan. Terwijl buiten de advocatuur heeft men daar allerlei studies en allerlei coaches voor om eigenlijk qua brandmanaging en toestanden daar van alles over te doen om mensen die eigenlijk goed presteren en gemotiveerd zijn ook zo te houden. Nu, ik heb me daar nog niet in verdiept, maar dat is wel iets dat mij interesseert als persoon ook, want wij moeten zelf ook wel nog even werken. Dus het is de bedoeling dat we zelf ook gemotiveerd blijven. En in welke rol dat je ook zit, dat je goed voelt. Er kan natuurlijk altijd iets zijn op privévlak. Dat moet van mij de werkvloer niet bepalen, maar dat kan ook wel eens gebeuren. Maar ik denk met een open communicatie dat er veel bereikt kan worden. En het hangt natuurlijk ook af van je karakter, of je snel teleurgesteld bent in een aantal zaken, of je dingen kan benoemen, kan aanpakken. En ik denk dat het ook samenhangt met het feit dat iedereen bijleert en dat je jezelf ook wel leert kennen. En in welke rol dat je jezelf ziet, dat dat misschien ook wel doorheen de jaren kan veranderen. En daar is ook zeker niets verkeerd in. Leiderschap is iets heel complex natuurlijk. Hè. Er zijn ook mensen die zeggen dat dit moment... Ik las deze week toevallig een column van Peter Hinsen die schreef we gaan nieuwe leiders nodig hebben, delta managers. En door de coronacrisis wordt een nieuwe tijd, meer opportuniteiten. Denken jullie dat wij daar als sector klaar voor zijn om die snelheid te halen, die nieuwe toestand of het nieuwe normaal, zoals men dat vandaag dan noemt, voor zover dat al bestaat? Christophe, wat denk jij daarover? En wat gaat die crisis met ons doen? Niet alleen als maatschappij, maar vooral ook als sector. Wel, een heel praktisch gevolg is denk ik dat het pleidooi onder druk gaat komen te staan. Dus dat de unique selling proposition van de advocaat, dat die al een beetje wordt aangetast. Ik denk dat er een... dat stond al eigenlijk voor de coronacrisis in de wachtkamer. Een waanzinnig economisch probleem op ons afkomt. En dat is nu allemaal een beetje op de achtergrond verdwenen. Dus dat gaat een enorme impact hebben. Maar ik zie dat eigenlijk niet als een probleem. Ik zie dat eigenlijk als een uitdaging. Al die dingen die op ons afkomen, die gaan ons dwingen om te veranderen. En dat is bijvoorbeeld wel... Ik verwijs daar naar wat Pieter Jan daarnet zei. De eerste... samenkomst van onze groep is er van alles besproken. Maar wat ik vooral toch heb onthouden, is dat er in onze beroepsgroep een enorme rigiditeit zit. Zowel in structuur als opleiding, als op allerlei vlakken. En als we willen omgaan met al die uitdagingen, zullen we dus die flexibiliteit moeten trachten te ontwikkelen. En daar denk ik dat er wel nog wat werk voor de boeg ligt. En om dat dan te koppelen aan dat leiderschap. Ik zie dat niet zozeer als binnen het kantoor kan je dat wel doen, maar wat voor soort advocaat zijn we? Zijn er goede rolmodellen, inspirerende rolmodellen? En kunnen we die meer exposure geven? Want een goed voorbeeld doet navolgen. Dus okay. Dat komt goed. We gaan een laatste vraag stellen. Als je de advocaat van overmorgen één iets zou mogen toewensen, wat zou dat zijn? Pieter-Jan, we gaan beginnen bij jou. Sorry. Of liever omgekeerd. On the spot. Niet te veel nadenken. Uit de buik. Nadenken, ja. Dat hij met voldoening en met geluk zijn job elke dag kan doen. Geluk. Geluk, ja. Sarah? Ik denk veel flexibiliteit. Dat dat wel van pas zal komen. Flexibiliteit. Christophe? Zingeving. Merci. Tot de volgende.